Goedemiddag, Piet. Ik ben blij dat wij vanmiddag zo'n praatje met elkaar kunnen hebben. We gaan het hebben over de Tweede Wereldoorlog, hè, want daar weet jij heel veel vanuit Zuilichem. Nou ja, alleen Zuilichem dan natuurlijk. Hè. Maar dat maakt verder niet uit. Maar we zijn op een hele bijzondere locatie, hè, want dit is de thuisbasis van de historische werkgroep De Vier Heerlijkheden. Ja. Misschien kan je iets vertellen over het huis waar we nu zitten en over het gebouw hiernaast. Ja, het gebouw hiernaast, dat is in 1768 gebouwd, meen ik. En daar heeft altijd de familie Van Dam gewoond. Dan, ja. Van Dam van Brakel. Heb je later aan toegevoegd. Ja. Omdat je ook heer was van Brakel natuurlijk. Ja. Ja. En, als je hier niks verbelt, dan ben je niks, hè? Nee, daarom. Want hij had ook meer Van Dams. Hij was trouwens ook nog heer van Noorderloos. Oké. Okay. Dus zodoende heeft hij Van Dam van Brakel. Ja. En waar we nu zijn is het koetshuis. Koetsiershuis, ja, om heel precies te zijn. Ja, hier onder de koetsier van meneer Van Dam. Oké. Okay. Eentje heb van den Heuvel, Tom van den Heuvel heb ik nog gekend. Die was hier koetsier. Een foto hangt hier net om het hoekje in de gang. Nog van hem, dus. Mooi. Ja. Leuk. Hey, en we zitten hier in de voorkamer, hè, van dat koetsier. Ja, dat kun je wel noemen dat dit eigenlijk de voorkamer is. Hè. De mooiste kamer van het huisje. Ja, ja. En jullie vergaderen hier elke maand? Nou, elke maand, niet om een paar maanden zo. En dan zitten we in die kamer. Hey, want dat is eigenlijk het documentatiecentrum. Ja, dat fotomateriaal staat en zo. Nou, dan maken we even de overstap naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. Eigenlijk eerst nog even naar uw geboortedatum, hè? Want dit was 9 mei 1933. 9 mei 1933 ben ik geboren. In Zuilichem? Ja. En 9 mei 1940 ben ik jarig geweest. Ja, ook nog. En de dag erop brak de oorlog uit. Toen was het bingo. Ja. Ja, dus je was aan het begin van de oorlog was een jaar of 7, hè? 7 jaar. En aan het eind van de oorlog, dus 5 jaar erbij. En dus wat dat betreft zit het wel goed met uw herinneringen. Ja, ik kan het me allemaal nog goed herinneren. De oorlog uitgebroken is ook. Ja. Wat voor beleving heeft u bij het uitbreken van de oorlog? Ja, je weet niet wat dat eigenlijk is. Nee. De oorlog uitbreken. Ja. Er was er in vele jaren was er geen oorlog geweest. Sinds 1914, 1918 was er eigenlijk geen oorlog hier in Nederland. Nee. Wel de mobilisatie, maar geen oorlog. Ja. Ja. Dus het was, een hoop mensen hadden dat helemaal niet meegemaakt. Nee. En veel vliegtuigen kwamen erover, heel veel vliegtuigen, ook Duitse vliegtuigen toen nog. Meer als Engelse natuurlijk. En, ja. Dat was toen nog niet zo georganiseerd. Heel veel Duitse vliegtuigen. Ja, en dat was eigenlijk alles wat jullie merkten van de bezetting? Ja, in het begin van de oorlog toen was er eigenlijk in Zuilichem ook nog niet zoveel te merken van de oorlog. Nee. Van Lieverlee kwam dat wel, want na een paar weken toen kwam van het gemeentehuis bericht dat mensen eigenlijk een schuilkelder moesten maken bij het huis. Oké. Okay. Dus dat hebben wij thuis, hebben ze dat ook gedaan. Maar ja, die schuilkelders die waren gewoonlijk nog gevaarlijker zonder oorlog. Ja. Dus er kwam niet veel van terecht. Ja, en er werd spertijd ingevoerd en zo, weet je niet. En de mensen die mochten geen radio meer hebben en alles moest verduisterd worden. Er mocht niks meer, geen licht naar buiten komen s'avonds en zo. Ja. En al die dingen en meer werden dan steeds meer erger natuurlijk. Ja, want en licht en zo, en telefoon en zo ging aperen. Maar ja, dat heeft eigenlijk nog tot 1943, tot 1944, is het nog redelijk goed gegaan allemaal. Was er in Zuilichem ook nog niet veel te doen. Dat werd eigenlijk pas wat intenser na die day, denk ik, hè? Ja, ja. Half november, half november zo, ja. toen werd dat eigenlijk in Zuilichem ook merkbaar. Want wij kregen thuis, dat weet ik nog wel, in de nacht van 14 op 15 november 1944 kregen wij de eerste Duitsers. S'nachts, om 3:00. Dat kan ik me eigenlijk nog goed herinneren.
een stuk of acht of tien van die Duitse wagens, weet je niet. Die hadden van die huifwagens met van die draairemmen voorop. Okay. En die kregen wij als eerste. Maar ja, toen waren inmiddels de geallieerden al doorgestoten en tot de Maas in Brabant. Ja. Dus toen was het bij ons echt ook een beetje frontgebied. Ze hadden van alles bij er. Een hele winkel, zeg maar, hadden ze bij er. En mijn moeder die kon er alles van er krijgen, dat weet ik nog wel. Suiker en koffie en noem maar op. Dus er waren op zich geen verkeerde? Nee, het waren geen verkeerde. Ja. En die zijn nu een week of drie bij ons wel gebleven toen. We hadden ook een keukenwagen bij er. Daar kookten ze eten voor het front ook. En daar brachten ze dagelijks brachten ze dat met zo'n soort dresseerkar. Ja. Brachten ze dat in Drongelen. Ja, dat was nog een eind heen en weer. Ja. Het was het eind van het jaar natuurlijk, hè, dus al tamelijk fris. En die Duitsers die stoten een vuurkacheltje op. Ja, we hadden daar een klein kacheltje aan en dan stookten ze dat rood gloeiend stond. En dat ging door de schoorsteen en die liep er over de balken, noemden ze dat. En dat hooi, dat zat er allemaal tegenaan. Mijn vader stond doodsangst eruit natuurlijk dat het een keer fout zou gaan. Maar het is er goed afgelopen, bij ons tenminste. Want na een week of drie vertrokken ze naar Gamer. Okay. En naar Toon Spiering in de Burgerstraat, Burgerzeeg. En de eerste van de beste avond brandde die al af. Dus door die lui ook. Nou, nee, dan hebben jullie het er goed afgebracht. Ja, we hebben het er goed afgebracht. En daar waren wel redelijke lui ook. Maar ja, zeg, je kon er van alles van krijgen en zo. Ja. Want die gewone Duitsers en zo, dat ging eigenlijk best hoor. En wij woonden om die wiel die langs de dijk liep toen. En dan gingen ze vissen, handgranaten in het water en dan kwamen die vissen boven drijven en zo. Dat was zo mooi, ik vond het hartstikke mooi zo. Ja, kijk, voor jullie was het ergens toch wel een spannende tijd. Ja. Hè, als jongen. Ja, ik was 12 jaar toen, ja, dus... En daar kwamen veel Duitse troepen en zo langs. Mm-hmm. Dus ik stond elke dag stond ik op de dijk te kijken wat er allemaal langs kwam. Duitse troepen die kwamen naar Brabant uit, of ze gingen naar Brabant toe dat ze elkaar afwisselden, weet je niet. En dat kwam allemaal bij ons langs. Dus, en wij woonden daar net om de draaien en om in Zuilichem. Dus ons huis stond prachtig om s'nachts te verblijven daar natuurlijk. Ja, en jullie hebben ook al inkwartiering gehad? Ja, we hebben veel Duitsers in huis gehad. Heel veel. Met de kerstmis 44, denk ik dat we er zo'n 35 tot 40 in huis hadden liggen. Zo. Die lagen kriskras over de vloer, door de kamer heen, in de gang en overal lagen ze te slapen. Dus... En moesten die nog weinigten vieren? Of is daar niks van terechtgekomen? Daar is niet veel van terechtgekomen. Nee, nee. Weihnachten. Ja, daarom. Ja, en jullie hebben ook een keer een commandant van de veldgendarmerie. Ja, we kregen eerst allemaal Duitsers aan huis die verbleven maar kort, weet je niet. Mm-hmm. Enkele dagen of soms een week of iets langer of zo. Maar toen, dan kwam ik al terecht in februari 1945. Toen kregen we de commandant van de veldgendarmerie. Dat was de Duitse politie. Ja. Die kregen we ingekwartierd. En het strooi, daar moest allemaal de kamer uit dat er eerst in lag. Voor de gewone Duitsers, dan zal ik maar zeggen. Dus dat moest allemaal weg en er moest een ledikant in komen. Okay. En die is toch wel enkele weken bij ons geweest. Ook wel iets langere tijd bij ons geweest. Het was geen beroerde vent. Voor ons was hij helemaal niet slecht of zo niet. Ja. Later hoorden we dat hij toch achter verschillende zaken heeft gezeten die door mensen ook mee om het leven zijn gekomen en zo. Dus, kan je zo'n zaak noemen waar je het nu over hebt? Ja, hij schijnt ook met Engelines van Ooyen en zo in die zaak gezeten te hebben, het als. Maar ja, hij was voor ons niet beroerd en zo niet. Kreeg ook, elke dag kreeg je wel damesbezoek ook. Damesbezoek? Een paar dames uit Poederooi kwamen dan bij mijn bezoek. Dus hij genoot wel van het leven? Ja, daarom moest alleen de ledikantenkamer in natuurlijk. En kijk, het strooi moest eruit en de ledikant erin. Ja, dus, ja, ja, ja.
Ja, je moet de dames natuurlijk in stijl ontvangen, hè? Ja, daarom. Ja. En weet je ook wat er met die dames gebeurd is na de oorlog? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet zo gevolgd, hoor. Nee, nee. Ik weet wel dat er eentje in Brakel gewoond heeft hier. Na de oorlog? Ja. Meer wil ik er maar niet van vertellen. Nee, nee, dat zijn van die dingen. Misschien dat er nog steeds nazaten leven. Ja. Het zou niet leuk zijn om daar te diep op in te gaan. Nee, daarom. Hebben jullie ook onderduikers gehad? Ja, die hebben we ook gehad. Die waren dan zogenaamd bij het kadaster. We hebben langere tijd in huis gehad ook. Eentje uit Groningen en uit Wageningen en zo. Die bleven dan soms een paar maanden of zo. We hebben ook een Joods jongetje in huis gehad nog. Die is ook een maand of acht geweest. Maar ja, toen op een gegeven moment kwamen ze erachter in Zuilichem dat hij een Joodje was. En toen heeft mijn vader hem weggedaan. Want hij zat bij jullie onder een andere naam? Ja, hij heette bij ons Jantje Straatman. Straatman? Ja, okay. Dus dat was een algemene naam. Ja. Dan was bij ons gekomen via Jan Fuikschot. Jan Dirk. Ja, Jan die heeft toch heel veel goed werk gedaan in de oorlog. Dat wordt meestal wel eens onderschat, maar hij heeft echt heel goed werk gedaan, Jan. En die bracht het ventje bij ons en die heeft me later ook weer opgehaald en weer verder. Hij is toen naar Leerdam gegaan. Hij is naar Leerdam gegaan, ja. Hè? Ja. Wat weet je nog meer van Jan Dirk? Van Jan Dirk Fuikschot, van dingen die hij gedaan heeft. Je gaf aan dat hij heel veel goede dingen gedaan heeft. Ja, ook wel. We hebben nog één keer, één nacht een Engelse officier in huis gehad. Hmm. Ja, een burger dan. Die was met de luchtlandingen daar bij Arnhem. Daar was fout gelopen voor de geallieerden. Ja. En die wou naar Werkendam toe, richting Werkendam. En zo via de Biesbosroute weer Brabant in. Hmm. Dus die is toen één nacht bij ons geweest. Ja. Kijk. Ook door toedoen van Jan Fuikschot. Nou. En een broer van me, die had 13 maanden op Texel gezeten, ondergedoken. En nog twee jongens uit Zuilichem. Peter Marai en Adriaan Schalk van die aannemer. Hmm. Die hebben met z'n drieën op Texel gezeten. Hmm. Maar ja, daar liepen ze het ook niet erg aan, want toen kwamen ze terecht in die Russenoorlog. Oh ja. Die was er toen net. Ja. Met die Oekraïners was het eigenlijk? Ja, met die Oekraïners. Ja. Zijn 300 Duitsers vermoord hoor. Ja, precies. Ja. Dus dat was een hele strijd geworden daar ook. Ja. Dus toen moest hij daar ook weer onderduiken. Toen is hij ondergedoken geweest met een Rus. Want die Duitsers die hadden veel Russische krijgsgevangenen bij er, hè. Ja, die hadden de keus. Ja. Of je vecht voor ons of je gaat eraan. Ja, dus zodoende moest hij toen onderduiken daar weer met een Rus. Met die Russische begraafplaats wel eens een keertje bezoeken. Ja, dat is ook. Ik ben er ook geweest en toen waren alle rozenstruiken die stonden in bloei. Oh. Het viel me op dat daar geen stenen staan met namen. Waarbij? Die begraafplaats op Texel van die Oekraïners. Oh, daar staan geen namen op. Er staan geen namen. Hè? Nee, maar ja, misschien hebben ze dat ook niet allemaal kunnen achterhalen of zo. Ik weet het ook niet. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Ja, daarom. Dat weet ik ook niet meer. Maar ja, die kwam na een maand of 13, 14 kwam hij weer naar huis. Dus die had er wel goed afgebracht ook. Gelukkig. Ja. Er is ook op een gegeven moment, 25 april 1944, is die bommenwerper neergestort. Ja. Ik heb hem wel gehoord dat hij overkwam, maar niet gezien. Nee. Het was s'nachts om een uur Een uur drie, denk ik. Maar ik heb hem wel gehoord, met een gruwelijke herrie kwam hij over. Maar ik heb hem niet gezien. Nou, de volgende dag hoorde ik dan dat hij daar op de waard gevallen was. Ja. Ben je niet bezig kijken op de een of andere manier? Ja, de volgende dag wel. Maar ja, ik kon er toch niet bij komen. Ja, want de Duitsers stonden al op een afstandje om hem tegen te houden. Ja. Dus, Ja, we hebben ook een gesprek gehad met Ab Theo. Die woonde natuurlijk wat dichterbij, die kon er ook iets meer over vertellen. Ja.
Er zijn in Zuinichem zijn er twee V1's neergekomen. Ja. Eentje op 20 januari 1945. Die is pal gevallen naast het huis van Oosterum. Ja. Waarbij de vrouw om het leven kwam. Lena Grandia heet, of Hanegraaf heette ze met haar eigen naam. Hanegraaf. 64 jaar en is om het leven gekomen, ja, bij een neervallend puin, volgens het doktersrapport. Ja, dus. Ja, ja. En de tweede? De tweede die is, die vloog in de Meidijk, ter hoogte van het voetbalveld. Ja. In februari is dat gebeurd, in 1945 dan. Die vloog de hele dijk vloog hieruit. Dus dat was de laatste dijkdoorbraak van de Meidijk eigenlijk. Maar niet door het water, maar door de V1. Door de V1. Ja, en dat was natuurlijk een flink gat, daar ben ik toen ook weer te kijken. Ja. En, dat moest direct gerepareerd worden, want de Duitse troepen die in Brabant uitkwamen, die kwamen over de Andelse sluis en die moesten helemaal door Poederooien heen, of door dorp Poederooien. Want de Heemstraweg die lag er. Ja, die lag er wel, maar dat was gewoon een zandweg, ja, daar kon je niet over rijden. Dus. Ja. Die is toen, dat gat is toen direct dichtgemaakt ook weer. Ja. Want dat moest direct weer opgevuld worden allemaal. Nou, je geeft wel aan, hè, dat die Duitsers eigenlijk toch wel een beetje terugtrokken. In elk geval al die troepenverplaatsingen die gingen over de dijk. Ja, ja, daar stond ik iedere dag naar te kijken. Ja, dat maakte dus indruk. Ja, maar ja, je zag er van alles tussen en vooral op het laatst. Ja. Want een keer zag ik voorbij komen een kar, de hondenkar van Klaas Verbeek het Veen. Die kwam met Haring altijd in met de hondenkar. En dan liep er ook weer een Duitse herder in, net als bij Klaas, maar nou eentje op twee benen. Oké. Dus dat was een echte Duitse herder. Ja. Nou, en dan hebben we het al over februari 44, zo'n beetje die tijd. En toen gebeurde natuurlijk veel meer. Hè. Ze hebben toen ook de steenfabriek laten springen. Ja, dat heb ik ook gezien. Ook. Ja, dat was vlakbij ons eigenlijk 350 meter, zeg maar, achter ons stond de steenfabriek. Ja, dat was eigenlijk in jullie achtertuin. Ja, en we wisten dat wanneer dat gebeuren zou, dus wij zaten al, ja, misschien wel een half uur gezeten of zo en ja, toen gebeurde het. Ja. Maar ja, je ziet een hoop stof en rook en alles en zo, maar je ziet de zaak niet zakken of zo niet. Dat, nee. Dat zie je pas het misschien opgetrokken. Misschien zie je de schoorsteen wel knikken? Nou, ook niks ervan. Nee. Nee. Maar ik heb het wel gezien. Ja. En dat was met de kerk idem nito. Ja. Maar ja, dat was iets later. Want van de steenfabriek is nergens iets te vinden. Nee, dat vind ik raar. Ja. Ja, het zal misschien ergens staan, maar je moet er maar net tegenaan. Ja, doen. Maar ik heb al in die archieven toch al zoveel gezocht en zo. En ook mensen die daar mee bezig zijn geweest, van Jan Groenendijk uit Gameren en zo. Die is ook bezig geweest met de steenfabriek van Gameren en ja, die heeft ook van Zuilichem wel het een en ander onderzocht, maar die is er ook nooit achter kunnen komen. Nee. Maar dat zeg ik, het zal geweest zijn eind februari volgens mij. In elk geval niet gelijk met de toren en de kerk. Ja, precies. Nou, je was denk ik zo'n jaar of 12, hè? Je was dus een jonge jongen. En je toen de oorlog uitbrak was ik 12 jaar, ja. Qua jongensstreken uit. He, bij een telefooncentrale of zo? Ja, toen kwam ik toch een keer langs. Er waren monteurs die waren daar aan bezig geweest. Die hadden allemaal een draad afgeknipt. En er lag daar een heleboel draad. Ik zeg, mag ik die meenemen? Ja, ze zeggen, neem maar mee. En dan zijn wij hem kwijt. Dus ik had hem meegenomen naar huis. Maar inmiddels zijn wij. Een commandant van de veldgendarmerie hadden wij in huis zitten. En die had een oppasser. En die zat bij de familie van den Boogert, aan de driesprong daar. Hmm. En die kwam ook nog eens bij ons natuurlijk, omdat zijn chef daar bij ons zat. En die zag die draad liggen. En toen heeft hij zo gruwelijk tekeer gegaan. Eigenlijk nog meer tegen mijn vader dan tegen mij. Ja. Van sabotage en weet ik het allemaal, aan miet en zo. Mijn vader moest een eind aankleden en mee. Maar uiteindelijk was die commandant
Ja, die zuster de zaak een beetje en is er afgelopen. Dus er waren wel spannende momenten. Ja, wel een beetje bang. Ja, ja, die draad die moest natuurlijk weg. Ja. Dat was wel een eis natuurlijk. Ja, en, ja, je was natuurlijk... En toen kreeg ik het min of meer van mijn vader natuurlijk ook nog van... Wat doen we met die rommel hier en zo. Ja, dus, ja. Zo ja. Ging dat. Je zal wel een lichte schrobering hebben gekregen van pa. Ja. Zeg, je had het net over die commandant van de Veldgendarmerie. En dat was best een levensgenieter. Hè? We hebben het even gehad over de dames die bij hem op bezoek kwamen. Ja. Maar hij hield ook nogal van het goede leven, want liet hij niet gebak maken bij hem? Ja, iedere week zowat liet hij gebak maken bij Wijnand van Genderen. Ja. En die beroerlingen zijn Wijnand dan, die bleef erbij staan tot het klaar was ook. Kijk, dus hij kon niks overdrukken. Maar voor ons was hij niet beroerd, dat zal ik niet zeggen. Ja. En dus, hij kwam, vertelde niet uit Jena. Oh. En hij was ook getrouwd. Hmm. En dan heb ik nog eens een keer in Jena gekeken, want hij heette Frits Wieland. En dan is aangetikt Wieland op de computer. Hmm. En er wonen nog heel veel mensen die Wieland heten in Jena. Ja. Ook Frits. Ja, ja. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk toch nog wel allemaal familie van hem zijn. Het zou best een familienaam kunnen zijn. Ja. Ja. Zeg, wij hadden het er net even over jou, hè? Over je qua jongensstreken. Dan heb je op de steenfabriek heb je nog wel meer achteraf domme dingen gedaan. Ja, en daar hebben we ook nog een keer drie van die panzerbuizen meegenomen. En daar was Leen Schrievers onder andere bij ook en nog een hoop paar jongens. En er stond zo'n heel stapeltje met van die andere naten, van die granaten stond er. Hmm. Dus drie hadden we er meegenomen. En ik woonde er onze putje, bij ons lag een putje achter het huis. Dat was uitgegraven voor de steenfabrikage. Daar had ik zin laten zakken zo. En een paar dagen later ben ik nog aan het zoeken geweest, maar ik kon ze niet meer vinden. Nee, ze waren weg. Ze waren weg. Maar goed ook. Hè? Dat zijn toch gevaarlijke dingen als je daar geen verstand hebt. Maar of dat ze nog op scherp stonden of zo, dat weet ik ook niet hoor. Maar ja, dat zou wel, want het waren volledige granaten ook, dus dat weet ik nog wel. Maar dat waren mooie dingen in. Ja. Hadden we er drie meegenomen. Ja, dat gebruikten ze toen op de steenfabriek, die lag helemaal in puin, dus dat gebruikten ze zo'n beetje voor wapenopslagplaatsen, die Duitsers. Er zijn, daar in Zuilichem zijn er ook een aantal mensen door oorlogshandelingen om het leven gekomen. Ja. Dirk Verhoeks. Dirk Verhoeks, ik heb hem niet gekend. Je hebt hem niet gekend? Nee. Nee. Maar die, die woonde aan de andere kant van het dorp. Ja, hij is aan de Zeilstraat, hè? Ja. Ja. En dan de vrouw van de dominee. Ja, mevrouw Meijer. Mevrouw Meijer. Ja, Klap, Jo Klapbeek. Gewoon is, en is je daar iets van bijgebleven? Nou, eigenlijk niet. Ook niet? Hm. Ja, dat ze ligt dus eigenlijk op mijn graf. Dan dat, ja, precies. Ja. Ja, dat ze was zondags, of dat ze nou naar de kerk ging of terugkwam, dat weet ik niet. Maar in elk geval, het was een uur of half drie of zoiets geloof ik dat het gebeurde. Dus misschien dat ze klaar zat om naar de kerk te gaan. Ook door een blindganger, hè? Ja. Van een luchtgevecht en een granaatscherf. In de borst getroffen. En, ja, ze hadden toen net een dochtertje van 2 maanden oud, Marijke. Ja. En die heeft ook haar verhaal verteld hier voor de getuigen van de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Nou, een Aard Hobo hebben het ook wel eens over gehad. Ja, die is al bommen op de markt doodgeschoten. Daar riepen ze dan tegen dat hij moest stoppen. Ja. En die man die was een beetje hardhorend of doof, dat weet ik niet. En in elk geval, hij liep door. Dan hebben ze hem naar de plaats, hebben ze hem doodgeschoten. Ja, allemaal persoonlijke drama's. Ja. Vorig jaar was eigenlijk 75 jaar bevrijding. Hè? De bedoeling was natuurlijk dat het groots gevierd zou worden. En een van die dingen die de Vier Heerlijkheden heeft uitgegeven, is dat gedenkboekje. Ja. Wat is jouw aandeel daarin geweest?
Ja, ik heb er ook nog een beetje aan meegewerkt, van wat foto's van mensen die overleden zijn, dan heb ik er nog te pakken weten te krijgen en zo. En ik heb er eigenlijk niet zo gek veel aan meegewerkt, maar ja, een paar dingen heb ik toch nog een beetje aan kunnen achterhalen. Het waren verhalen die al een keer in jullie blad hadden gestaan? En dat jullie dat gewoon hier op één plaats verzameld hebben bij elkaar? Nou ja, ik wist die dingen natuurlijk, dus... Ja, want je heeft hier in Brakel ook een tyfusbarak gestaan, ja, hè? Ja. En, nou ja, ik ben natuurlijk toch wel wat geïnteresseerd in Zuilichem. Hmm. En dat was dus ook, tenminste, er staat hier vermeld in het boekje, één Zuilichemmer die in die barak overleden is. Ja, Vuikschot. Ja, maar er zijn... Gerard Willem Vuikschot. Ja, Gerard Vuikschot, ja, die heb ik dan nog wel gekend. Die heb je nog gekend. Maar er zijn er nog meer overleden, ook een van Brine, een dochter van Kees Brine, geloof ik. Die is er ook overleden. En het kan wel zijn nog meer soms. Hm. Ja, er blijven natuurlijk altijd in de geschiedenis dingen in nevelen gehuld. Ja. Nee, die worden nooit duidelijk. Nee, maar die staan daar niet in vermeld volgens mij. Nee, die staan hier niet in. Alleen die Gerard Willem. Ja. Hij was een landbouwer ook. Ja. Goed, nou, we zijn al een heel eind op dreef met ons gesprek. Ik weet niet of je nou nog bepaalde dingen in herinnering hebt gekregen waarvan je zegt van nou, dat wil ik ook nog even vertellen. Ja, het was een spannende tijd, hè. Vooral die jaar 1944 op het laatst, 2,5 jaar zo. En de eerste maanden van 1945 natuurlijk dan. Ja. Toch wel spanning. De mensen die, ja, ze hadden het koud s winters, want er was geen kachel en, of niks. Geen warmte was er, geen licht was er. Want ze klagen nou al wel eens dat het licht het één dag niet doet. Maar toen was het natuurlijk een half jaar lang dat dat licht niet brandde. Ja. En dat ze het met een kaarsje en met een karbietlantaarn moesten doen. Ja. En dan de spanning ook natuurlijk. Ja, ja, zeker voor de wat ouder. Toen in 1944 op het laatst begonnen die W1's nog, die begonnen te vliegen. Mm. En dat waren roddingen, vond ik. Daar kon je echt bang van worden, want als je die aan zou komen en de motor stond stil, dus op het onverwacht stond de motor stil, dan had je kans dat hij gelijk naar beneden kwam of hij zeilde nog 20 kilometer door. Ja. Dat gebeurde ook, dus... ja, daar zijn de zuilichem dus ook op. Ja, precies. En, maar er zit natuurlijk best een hoop springstof in, hè, in die dingen. Ja. Goed, Jan, dan mag ik jou bedanken voor... nou, geen dank. Het was wel een spannende tijd toen en... ja, het was altijd wat te beleven. Ik stond altijd naar die troepenbewegingen van die Duitsers te kijken op de dijk als ze langs kwamen. Ja, die kwamen voor het huis langs. Wat dat betreft is het nou saai natuurlijk. Ja. Maar ja. Maar ik ben blij dat we zo lang vrede hebben. Ja, dat zeker. Ja, dat, ik heb gelukkig geen oorlog meegemaakt. Nee. Nee, mensen van 70. Heb je mee te maken ook? Mensen van 70 jaar, die hebben geen oorlog meegemaakt. Nee. Zeg maar. Ik ben dan van 25 april 1946 ben ik geboren. Ja. Dat was precies 2 jaar na het neerstorten van die bommenwerpen. Oh ja. Ja, maar daar heb ik nog wel een beetje naar achterin gezeten. Ja, ik heb toch wel een speciale band met de mannen die daar in de zorg van liggen. Mm.